kijkt naar deze nieuwe video. Pak er een glas water bij, want straks kan je niet meer drinken als je deze look na gaat maken. Dit is mijn Halloween look van 2021. Laten we snel beginnen. Het eerste wat ik doe is de onderkant van mijn gezichtsmake-up weghalen. En dat doe ik gewoon met een watje en make-up remover. Dan pak ik mijn liquid latex lijm erbij. Dit heb ik gewoon online besteld. En dit ga ik aanbrengen op eigenlijk de mond. Een beetje op mijn kin en eigenlijk overal waar ik straks tissues op ga plakken. Vervolgens breng ik dus wat tissues aan op de lijm. En eigenlijk is dit echt een kwestie van lijm, tissue. Dus dat ga ik nu heel erg vaak herhalen. Dit is dus eigenlijk de huid die we gaan gebruiken voor de mond. Alle lagen erop zitten is het een kwestie van laten drogen. Vervolgens breng ik weer wat nieuwe lijm aan en daaroverheen doe ik wat watjes. Om een nog dikkere huid te creëren voor de mond. En dit proces herhaal ik weer. Dus lijm, watjes en zo door. Nou, als ik denk dit is de goede basis, dan laat ik het weer even drogen en dan is het tijd om de foundation eroverheen aan te brengen. En dit doe je eigenlijk zodat de mond een beetje dezelfde kleur krijgt als je eigen huidskleur. Tijd om de basis af te poederen en dat doe ik gewoon met een normale poeder. Vervolgens breng ik ook nog een blush overheen, zodat de kleurtoon eigenlijk wat roziger wordt. Dan is het alweer tijd om de mond open te knippen en pas hier echt heel erg goed mee op. Je wil natuurlijk niet in je eigen mond knippen en als je gewoon veel lagen hebt gemaakt van die tissues en de lijm en eigenlijk van de hele basis, dan kan dit bijna niet fout gaan. Je wil dus eigenlijk een nieuwe opening, oftewel een nieuwe mond creëren. Als je een opening hebt gemaakt, is het tijd om deze opening zwart te maken. En dat doe ik gewoon met een zwarte oogschaduw. Dus dit breng ik gewoon aan met een kwast. Probeer ook een beetje onder het huidje te gaan, zodat je ook daar gewoon alles meetekent in het zwart. Vervolgens pak ik een rode lipgloss en die breng ik er ook nog een beetje overheen aan. Tijd voor het nepbloed. De nepbloed breng ik aan op mijn mond en ook een beetje ertussen, eronder, eigenlijk overal. En hoe meer, hoe beter. Dan is het tijd voor touw. Ik heb dit touw gebruikt. Je kan echt allerlei soorten touw gebruiken. En ja, dit is wel echt een beetje de basis voor de hele look die we gaan maken. Nou, wat gaan we doen? Je prikt eigenlijk met je schaar een soort gaten in je huid. En daar ga je de touw straks doorheen rijgen. Eigenlijk kun je het wel heel erg goed op beeld zien. Dus meer kan ik er eigenlijk ook niet echt bij uitleggen. Ik denk dat het al wel duidelijk te zien is hoe dat een beetje werkt.
nog meer nepbloed aan en dat breng ik aan op een spons. En dat dep ik eigenlijk een beetje over de mond heen. Hoe meer bloed, hoe beter. En dan is dit eigenlijk de look.